Yo, mensen van de David Games, de King Step 7L. Beneden omhoog, beneden omhoog. Zo doe ik de tijd, zet ik lekker mijn webcam gelijk. Is makkelijk met editen. Ik ben dus de King Step 7L, oftewel Paul, de gaming teacher. Dus niet de gay, maar de gaming teacher. Ik ben gestopt met de Call of Duty multiplayer overal. Dat heeft bepaalde redenen. Weet je niet wat voor redenen? Check op mijn kanaal. Hoe heet die video? Hoe heet die nou? Die vlog? Die vlog heet Aan alles komt een eind. Zo heet die vlog. Check die, dan weet je waarom. En ik ga vanaf nu wel op de hele wat kot dingen doen. Maar het zal puur singleplayer dingen zijn. En ik ga Minecraft sketches doen en dat soort dingen. Maar dat ga je allemaal zien. Maar ik, in ieder geval ga ik nu eerst... Ik heb hem al gedaan. Ik was ooit begonnen. Een tijdje geleden, 2 afleveringen. Op de Xbox. En toen dacht ik, toen kwam de PlayStation 4. Denk, weet je wat, ik ga op de PlayStation 4 verder. Dus ik heb die serie even on hold gezet. Maar ik ga wel gewoon opnieuw beginnen. Omdat het tenminste op de PlayStation 4 is. En omdat jullie misschien uit het verhaal zijn. Hè, na 6 weken of 8 weken geleden dat ik de deel 2 heb geüpload. Voor mij waren er 2 delen online geweest. Of zoiets. We gaan lekker gewoon single, lekker gewoon door die singleplayer heen. Zonder raids, zonder... Gewoon hit. Dat is eigenlijk toch het leukste. Hè? Even kijken of alles goed staat. Tactical 7. Ja, dat moet. Nieuw game. We gaan gewoon nieuw beginnen. We gaan het over schrijven. Ik heb alleen maar de game toen getest. Om te kijken of het verschil is grafisch. Daarom, ik heb verder niet gespeeld. Ik ga gewoon een regular spelen. Gewoon normaal. Gewoon normaal door de game. Het was een different time. A different enemy. 60 men from tier 1 teams were sent to face down a force of 500 enemy fighters. Their objective? To force the enemy back from a civilian hospital and keep its occupants alive. For 3 days they held their ground. But the enemy's numbers were too great. The 60 were cut down to 15. They wouldn't last another night, and the enemy knew it. Under the cover of darkness, they evacuated the hospital, sending only one of their own to lead the way. The rest returned to the line and took up positions beneath the bodies of their fallen brothers. As they lay in wait, the blood from the dead poured over them. The sand stuck to their skin like a shroud, changing them, anointing them. When the enemy drew near, the remaining 14 rose out of the desert sand. They were like hunters that couldn't be seen, using stealth their enemies couldn't defend against. When the men ran dry of ammunition, they used their blades. And when the blades ran dull, they used their hands. When the dust and sand had settled, only one of the enemy had survived. He was picked up in the desert, wandering aimlessly, traumatized. He expressed warnings to others of a force so menacing and unbeatable, it could only be described as supernatural. Supernatural. He called them ghosts. Call of the Ghosts. De singleplayer, ik vind het echt een kut game online. Dit heb ik natuurlijk over kwijt. Maar singleplayer, ik heb hem op de Xbox dus really niet zo ver gespeeld. So the legend goes. Come on, Dad. You don't honestly believe that story is true. De singleplayer schijnt goed te zijn. Dat waren we kwijt. Come on, let's head back to the house. En ik vond hem ook al goed in het begin al. Dit is trouwens, dat ik vorige keer gecheckt. Het is wel echt een verschil, hè, next gen. Jiggle leg, bitch! Ik weet dat mensen mijn stijltje een beetje kennen. Ik zal ook wel af en toe gewoon irritant zijn. En ik zal soms falen en zo. Volg je mijn let's plays op andere games die ik heb. Ik kan heel goed Meat Boy spelen voor. En de rest ben ik vaak gewoon een beetje aan het klooien. Vind ik gewoon leuk. Waarom dan zo serieus nemen? We gaan ook gewoon de game uitspelen. Hé, wel pro, hè. Maar ja, het wel gaat met ups en downs. En een lol hebben. Ik kan toch gewoon misselijk zoeken. Hash. Elias, sorry, Elias heet of Elias? Wow. Dad, It's a tremor! It's a tremor! Zo heet dat dan, hè? Tremor. Ik heb een facecam meestal zo met. Met Let's Plays. Omdat ik daar gewoon zo speel en ik naar jullie kan kijken, zo is ook leuk. Maar als ik wel naar mijn hoofd kijk, dat vind ik eigenlijk een beetje. Dat ziet er niet uit. It's a tremor! Run! Kan ik niet rennen? Oh ja, ik kan rennen. Wow, ik moet gewoon helemaal schelen van, man! Just do it, son! What the hell is going on? Ja, wij take fail. Nou. Rennen. Climb over, bitch!
Is not safe out here. Ja, dat doe ik. Yes. Dit kan wel, dan gaan we naar space. Odin. Come on. Niet te vergelijken met de Battlefield 4 graphics, maar het is toch echt wel mooi, hoor. Vergeleken bij de current gen. Okay. 1, 2, 3, push. En dan zitten we in de space. En daar is wat verkeerd gegaan, hè, in space. Odin Control, the orbital weapons got a successful test fire ping. Oké. Okay. Roger Mosley. Special, wat zegt SPC eigenlijk? Special Police Cut? Oh, nee. Ben je denk ik het? Accent. Ascent en decent. Ascent is stijgen, decent is dalen. Moet je het weten? It's the United States of America. Stel dat dit nou je werk is, hè? Echt, gewoon bij NASA waren ook. Je moet echt. Gewoon, het lijkt me echt fucking eng, gewoon is in space. Ik ben claustrofobisch over. Ik zou gek worden in zo'n dingetje. Maar ook gewoon dat je vast zit in space en helemaal afhankelijk bent van technologie. Dat zou ik echt niet kunnen handelen, gewoon. Ik verheug me er ook heel erg op. Heel erg. SPC Mosley. Descent, ascent, descent, ascent, ascent, ascent. Kijk. Wie zijn dat dan? Kijk, dat is ook met die gast hier. Die is gewoon kansloos. Headshot. Dan zit je gewoon lekker bij de NASA en denk je niks aan de handje. Oh ja, oké. Het gevaar is space en dan word je gewoon overvallen. Give me a gun! Headshot. Oh, sorry, mijn telefoon staat toch op trillen, jongens. Oh! Ik draai helemaal door. Er spelen mensen online, hè, met dat scopie, hè, met een ACOG. Dan ben je toch die goede hoofd gewoon. Oh-oh. Zijn we dood? Nu wel, in ieder geval. Reloaden in slow motion. Ik vind het wel trouwens heel goed bedacht, deze scène, hè. Space, alles in slow motion. Phoenix. Marcus Phoenix. Dat is van Gears of War. Die game moet je kennen, jongens. Locked. Onschuldige mensen die dood zijn, eigenlijk heel erg, hè? Dat is Odin, dat is Odin. Daar had hij het over, zie je? We have no choice. We're scuttling the station. I'm sorry, Mosley. Baker, we need to move. 10 seconds. All crew, get to a secure area. Station destination. Waarom ben je zo langzaam? Dat niet hoeven, Paul, dat schieten, want ik denk dat ze door de ontploffing al dood zijn. Hang on! Hang on, little bitch! Odin, ja. Control. Odin Control. Oh, let op. Ik kopieer niks. It's mostly. Copy, Mosley. Odin targeting on payloads 3 and 4 have been aborted. Jij gaat toch dood, toch? Help ik je even. Gaat het sneller? Jou ook? Even die headshot. Dat gaat even wat sneller. We're not that big. Waarom kan ik niet sneller? Ik doe iets verkeerd. Ja, descent, hè. Descenden. Want ik moet toch helpen haar, of zo? Dit kan ik nog natuurlijk herinneren van het begin, hè. Wat bedoel, toen ik gespeeld had al. Nou, dit was het.
Nou! The gate is open, y'all! Ik zou dan eerst toch afstand nemen, jongens. Dat zeg ik nog. Boom! 23 degrees. That's it. That's enough. Die is dood, zie je, zij is dood. Dat is een bloedbergstuk, dat is wel. Specialist Mosley. Kira. We have LOS with the crew of Odin Control. Repeat, loss of signal with Odin Control. Nu gaat hij ook dood, kijk. Woep! En zo begint het. En dan ga je weer terug. Hey, naar Hans. 3, 2, 1, push! Boom, en daar komt dat ding dus neer. Zie je, dat is allemaal met elkaar verbonden. Daar komt Odin. Dit is wel vette shit, hè. Dit is echt wel vet, hoor, dit. Dat heb ik dus nog niet gezien op Next Gen. Ik had alleen maar even het begin helemaal gezegd om te kijken hoe het grafisch was. En ik zie nu al echt dat dit is wel echt gewoon meteen meer dan ziekje erin zit. Dat het gewoon zo vet maakt. Dus 60 frames per motherfucking ass bitch raping second. Rennen, Hesh! Hesh, wacht op mij! Hesh! Ja, dat begrijp ik ook wel, ja! Hesh, ben je! Uh-oh. Was dat nou de bedoeling? Ja, ja. Dit was nog steeds. Ik maak allemaal hele domme fouten. Namelijk, met Let's Plays. En dan moet je maar gewoon lekker tegen kunnen, jongens. Neem het niet allemaal serieus. Ik probeer het ook serieus. Speel natuurlijk weer gewoon een singleplayer uit te spelen. Dat lukt ook wel, doe maar. Het kan wel zijn dat ik ergens een kwartier zit te klooien. Dan mag een lul. Ja, ik ren toch, Hesje! Waarom ik. Ja, dat doe ik toch! De L3 indrukken de hele tijd, maar je springt niet. Uh-oh. Ja, dat is geen misselijke vrachtwagen om je smol te krijgen, Piet. Dat is niet zo lekker. Maar ja. Logan, you're alright. Yeah, we're right. Hey, jump in the truck, man. Okay, man. We do that, man. Elias. Get in, bro. We gotta get out of here. We gotta get out of this. Oh. You're gonna be alright, son. Nu maak ik wel grapjes, want dit is natuurlijk heel heftig als dit echt gewoon gebeurt. Het is echt wel motherfucking eng. In Nederland zal het niet snel gebeuren, maar wow. Het zou je maar gebeuren in je wijk hier, dat je lekker ligt, je zit lekker GTST te kijken of As the World Motherfucking Turns of gewoon Ludo Sanders in GTST dus en dan lig je op je bedje of weet je van Nickelodeon of Dora the Explorer en dan ineens kabaam! Odin in je bek! Niet lekker! That's the beginning of Call of the Ghosts. Gefaald online, maar de singleplayer is wel even de betere. Zeggen mensen, maar dat moeten we gewoon ondervinden. Dat gaan we nu met z'n allen ondervinden. Of wij het ook zo vet vinden. Years ago. When the great energy producers were destroyed. The world powers that depended on them collapsed. And in their wake, the Federation began to rise. The Federation united all of South America under the banner. And devoured everything its path. As it moved relentlessly. After turning Odin against us, the Federation stood on the doorstep of America poised for the kill. Kaboom! Weak, crippled, prey, waiting to be taken. We fought hard. We fought well. We fought them for the bloody stalemate. And here, just beyond the craters of No Man's Land, we find ourselves in a defensive war. Kijk, je ziet die stad erin. Stel dat je echt gewoon zo'n krater hebt vlak naast je stad. Je woont in Zaandam. Oh ja, dat is 10 jaar daarvoor. Oh, nou, dit is 10 jaar later. Hij zit intussen inmiddels in het leger. Hij is in Logan. ASAP.
ASAP, voor mensen die het weten. As soon as possible. ZSM, zo spoedig mogelijk. Negative. 6 juni. LA, yay. California, daar ben ik geweest. LA. Oké, ik doe... Listen. Pauze. Ik doe elke aflevering ongeveer een kwartier. Dat is gewoon mooi. Want er komt 2 keer per week. Op dinsdag en op donderdag. En op zondag komt er de Minecraft gedoe van mij. Dus het is voorlopig gewoon lekker 2 afleveringen per week. Het is een dagje tussen. Dus dan heb je een half uur in 2. Waarom leg ik zo moeilijk uit? Gewoon een kwartier per aflevering. Deze Watch the King 77L. Met singleplayer Next Gen. Next Gen is belangrijk. Next Gen singleplayer. Call of the Ghost. En dan gaan we helemaal uitspelen de komende weken voor jullie. Want ik doe geen online meer. Thanks for watching The King 77. Nou, check mijn kanaal voor Let's Plays van ook GTA. Ga ik weer, ook weer doen online. Maar ik doe van alles. Ik doe echt van alles tegenwoordig. Super Meat Boy. The Walking Motherfucking Dead. Briljante serie. Minecraft doe ik ook dingen. Survival. Ik heb een vette Survival server. Wil jij meedoen? Moet je wel even aanmelden op mijn kanaal, ja. Thanks for watching The King, bitch.